Hoog 's avonds wordt het weer gesproken. Je kan zeggen, het is het verhaal van een liefde. En vooral van een liefde voor een vrouw. En van een vrouw die afloopt. Die vrouw die naar de verdommenis gaat. Is het autobiografisch? Ja, het is zou je zeggen, helemaal autobiografisch. Niet dat dat zo belangrijk is. Want kijk, dat boek, dat is in de eerste plaats er. En wat er dan ook. Maar ja, het is inderdaad. Het is ook nog gebeurd ook. En nou komen er nogal wat, wat men in het Nederlands of wat bijvoorbeeld Willem Brandt eens een keer in de Business Courant heeft genoemd, schuttingwoordingen. Ja. Ook voor in ja. Je nieuwe roman. Ja, dat heb ik niet, dat begrijp ik nooit. Laten we zeggen, woorden als. Dat zijn voor mij zijn dat de normale, de gewone, de erotische woorden. Maar Erasmus heeft al gezegd, de lichaamsdelen waar we door voortgebracht zijn, die kunnen we niet eens zonder lachen noemen. Dat is gewoon een ontstellende infantiliteit, is dat. Het zijn de gewone volkswoorden. Ik was een poosje geleden was ik in Zeeland en daar donderde dus het hooi van een kar. Toen zei die boer, nou neukt het er al of. Dat is dus nog... in de gewone betekenis van stoten, schudden, schokken. En dat kan me niet meer tegen. Maar het is ook een soort distantie van het volk. Want het gewone volk, als je met gewone mensen praat... die begrijpen dat niet. Dat men daar zo in de grote stad zo opgewonden van is. Maar het is gewoon een kaste van mensen die het Latijn... en het Frans enzovoort als voertaal gebruikt... maar die zich daarvan distancieerden van het volk. En ze willen soms nu nog met penis en vagina... opschepen, nou, daar wil ik niks mee te maken hebben, zeg. Bah. Je ziet wat er allemaal gebeurd is als je weet dat Remco Kampert, hè, de gedicht waar het woord... ja, je wil dat nu niet meer noemen, omdat alle ministers en zo dat noemen. Dus daarom zullen we maar zeggen, het woord cohabiteren in voorkwam. Hè, dat het niet uitgezonden mocht worden. Hè? En dat is natuurlijk een enorme verandering, hè? Fuck you. Maar er was ineens een generatie jonge mensen die natuurlijk in jouw werk iets herkenden. Ja, ja, nee, dat is wel zeker. En mede daardoor natuurlijk is er het een en ander veranderd. Ja, ja. Ja, want als je het vergelijkt met andere schrijvers die toch ook niet flauw geschreven hebben, dan zie je dat mijn werk wat dat betreft, hè, het eerste daar, hè, maar dat was geen enkel plan of dat is de tijdgeest mee te gaan. Je maakte er deel van uit en zo, het vloeide daaruit voort. Hè. Als ik niet op andere gebieden ook begaafd was geweest met beeldhouwen en schilderen en eerder was gaan schrijven, dan was dat 10 jaar eerder gebeurd. Maar misschien had je het dan niet uitgegeven. Als je weet, die zijn de laffe brieven van de uitgever Bert Bakker over een verhaal, wat toch een klassiek verhaal is als... Dominee met strooien hoed, hè? Dat ze het niet op willen nemen eigenlijk en zo. En ook Van Oorschot, die zich zo op zijn borst laat dat hij zo'n flinke jongen was. Maar die was altijd aan het zo de mythe als er een verhaal van mij in tirade kwam. Want dan zegt er weer mensen een abonnement op. In zekere zin had je dus moeite daarmee. Ja, nou moeite, dat denk je... Met publiceren. Ja. Nee, want het werd toch opgenomen. Want Morien en Van het Reven zaten in de redactie. En Van Oorschot dus. En die wisten die bullenbak. Die wisten ze wel koest te krijgen. Dus toen kwam die verhalen er toch in. Ja. Nou, zeker niet op grond van erotische of hoe je dat ook noemen wil, passages. Ik heb...